Vandaag zijn we te gast bij Ada Pelen. Hoge Zwaluwe, een zeer markante persoonlijkheid met heel veel boeiende dingen. Ik ga haar natuurlijk van alles vragen, maar het meeste gaat ze zelf vertellen. Ada, dankjewel dat we gast bij jou vandaag mogen zijn. Wij mogen jou dokter noemen. Ja, dat klopt. Ik ben vorig jaar 19 november 2013 gepromoveerd op een proefschrift. Dat ligt hier voor ons. Wanneer ben je daarmee begonnen? Ik ben al heel lang geleden begonnen in 1995. Alleen toen mijn promotor die moest stoppen vanwege gezondheidsproblemen. Ik heb het een tijdje laten liggen, een jaar of vier. En ik ben in 2005 opnieuw begonnen bij een andere promotor in Leiden. En waarom wilde je promoveren? Promoveren omdat je iets in een speciaal onderwerp wilde neerzetten? Of omdat je dacht, dat is nog een van mijn dingen die ik in mijn leven wilde doen? Eigenlijk beide. Hoe kom je aan de titel? Ja, hoe kom ik aan een titel? Hoe kom je eigenlijk aan een onderwerp? In 1995 deed ik mijn laatste werkcollege in Utrecht, heb ik gestudeerd. En ik vond een hele interessante brief in een van de notulenboeken van Hoge en Lage Zwaluwe. Een schitterend archief. Wat heb je gestudeerd? Geschiedenis en muziekwetenschap. En ik kwam daar een brief tegen van een ene Frederik. En die schreef dat de administratie op wanorde was en dat dat verbeterd moest worden. En hij stuurde iemand hier naar Hoge Zwaluwe en naar het stadhuis om de boel een beetje na te kijken en op orde te stellen, zaken op orde te stellen, zeg maar. Ja, want ik heb ook gezien dat in het stadhuis nog glas- en loodramen zijn van onze koninklijke familie en daarvoor. Ja, die waren toen heer of vrouwen van Hoge en Lage Zwaluwe. En waarom wilde je per se dit onderwerp doen? Ik was gefocust door die brief eigenlijk. Ik dacht, dat is interessant. Wat zou er aan de hand zijn? Dat ene Frederik, bleek later Frederik de Grote zijn, Frederik de Tweede, koning in Pruisen. Wat heeft u nu met Hoge Zwaluwe en Lage Zwaluwe? En toen kwam ik erachter dat hij dus hier is geweest. Van... Ja, je zegt, ik kwam erachter, maar dat kan je natuurlijk niet online vinden. Wat heb je allemaal gedaan om achter al die informatie te komen? Je gaat eerst eens kijken in je eigen archief van Hoge en Lage Zwaluwe. Nou, dat vond ik wel wat. En op een gegeven moment ben ik bij de Nassus Domeinraad gaan kijken. Ik ben in inventarissen gaan kijken. En dan kom je al gauw achter dat Frederik de Groot is. En ik zag het ook in een briefwisseling die hij gevoerd heeft met Voltaire. Maar waar vind je dat dan? Zijn er archieven? Zijn er musea? Nou, ik ben in Tilburg geweest. Ik ben in Oudebosch. In Utrecht. In Den Haag. Want in Den Haag heb je natuurlijk heel veel archieven. Vroeger waren Hoge en Lage Zwaluwe Hollands gebied. Die lagen in de periferie van Holland. En ik ben ook in het buitenland geweest, Orange, maar ook veel in Berlijn. Ik ben twee keer in Berlijn geweest, dus twee weken in Berlijn. En daar vind je heel veel. Nou is Ada natuurlijk niet alleen maar bezig met promoveren, maar je hebt ook muziek gestudeerd, zoals je net zei. Speel je nog een muziekinstrument? Ja, maar dan gewoon als amateur. Ik zit bij een tweetal muziekverenigingen. Eén in Maden, het is Cecilia, dat is een harmonie, speel ik trompet. En in het eigen dorp in Hoge Zwaluwe speel ik bugel bij Concordia. Hoe lang doe je dat al? Ik ben eigenlijk als kind begonnen. Ik was nog geen 12, dus ik was 11 jaar. Toen ben ik daar begonnen. En ik ben in 86 ben ik daarmee gestopt. Ik ging studeren aan het conservatorium. En werd een beetje te veel. En ik was ook secretaris, ben ik nog geweest. En toen ben ik er eigenlijk 4 jaar mee gestopt bij een vereniging. En daarna ben ik weer begonnen. En toen ben ik begonnen in Maden. Ik wilde toch weer eens een andere uitdaging. Dat is een harmonie. En hier is een fanfare. Ben je dan geboren getogen, Hoge Zwaluwe? Ja, geboren getogen. Een kant van mijn vermoedersfamilie woont hier al vanaf 1640. Maar de rest van de familie komt hier niet vandaan. Je hebt hobby's. Je hebt al wat genoemd, muziek. Maar zijn er nog andere dingen? Ja, mijn plantjes, mijn kerstdorp, tenminste mijn winterdorp. Ik verzamel heel veel, boeken verzamel ik. Gaan we het eerst over de plantjes hebben? Iets speciaals? De cactus en de vetplanten. Ja, je zegt het alsof dat heel gewoon is, maar cactussen vind ik vreselijk. Ja, maar ik heb nu zulke stekelachtige cactussen. De meeste zijn zonder stekeltjes. Nou, vroeger vond ik ze ook echt... Kweek je ze zelf?
Nou, ik koop ze als hele kleine plantjes. Voor een paar, nou ja, een paar centen. Maar ik heb nu ben in Tenerife geweest en ik heb zaad gekocht. En ik heb die nu gezaaid en ze komen uit. Je noemde het net al, maar dat vind ik toch ook wel iets heel bijzonders. Vandaar dat ik ook bij jou terechtgekomen. Je winterdorp. We lopen er even naartoe en dan mag je me daar alles van vertellen. Is geleidelijk aangegroeid. Begon met één klein, heel eenvoudig huisje. Dat mijn ouders hadden gekregen. Even voor de duidelijkheid. Maak je dit of koop je dit? Wij kopen dit. Maar we maken er zelf iets moois van. En hoe oud is het al? Hoe lang ben je daar al mee bezig? Nou, toch al wel een jaar of, ik denk een jaar of 6. Bouw je hem op en bouw je hem af? Ja, dat begon eerst met alleen met kerstmis. Maar er komt steeds meer bij. We kopen iedere keer weer wat bij. Het wordt steeds groter. En we beginnen ook al heel vroeg. Begin oktober gaat hij al de kas uit. En dan wordt hij hier gezet. Er zit natuurlijk heel veel elektriciteit onder. Dat doet Mattie allemaal, de lampjes. En ja, dan is het zonde om dan na een maandje weer weg te doen. Wat is jouw favoriet uit dit dorp? Ik vind dit wel erg mooi. Dat is het platteland. Dit is de stad. En dit is de upper town. En dit is gewoon echt... Met een boerderijtje, met een silo, met een hooiberg. Nou ja, kijk, met een landhuisje erbij. Maar dit is Mattie's favoriet, dat is ja. De draaimolen. De draaimolen. Maar vlakbij de draaimolen zie ik ook Concordia lopen, ja. Zoiets. Ja, dat is, ja, dat vond ik ook heel leuk, met de kiosk. We hadden vroeger ook een kiosk. We zaten vroeger op het schoolplein, de Frederik Hendrik school toen nog. En dan speelden we dus blazen. Ja, dat is mij bekend, dat weet ik zeker. Maar ik zie ook, het lijkt wel een kopie van het Drakenstein staan. Ja, het lijkt er heel veel op. Vonden wij ook. Vonden wij heel erg mooi. We hebben er een hekje omgezet. Een leuk dingetje erbij gezet. En dan hebben we weer een leuk dingetje. Ja, daar volgens mij kom je tijd tekort. Dan heb je veel gereisd. Nou, een vraag aan jou. Stel, geld doet er niet toe. En je mag nu je koffer pakken. Waar zou je dan naartoe gaan op de wereld? Ik denk naar China. En daar gaan we ook naartoe. En als je je koffer pakt, wat neem je als eerste mee? Ja, dan heb ik mee een fototoestel. En ja, gewoon normale dingen, maar niet echt bijzonder. Mag ik je heel hartelijk danken dat we hier te gast waren. Je bent een ontzettend bijzonder mens met heel veel mooie dingen die je gedaan hebt. En ik vind het allermooiste dat je ons, want ik woon er zelf ook, ons dorp zo op geschiedkundig op de kaart gezet hebt. Dank je wel dat we gast mochten zijn bij jou. Graag gedaan.